Leidsendam Voorburg gaat samen met woningcorporaties op vijf locaties versnelde woningbouw toepassen. Eerder werd bekeken wat de mogelijkheden zijn om flexwoningen te bouwen, maar dat bleek te duur. In Stompwijk komen op de Zustersdijk 18 en op de Van Zandhoorstraat sociale huurwoningen die snel gebouwd kunnen worden volgens een standaardontwerp- en bouwplan. De bouw kan al in 2024 gestart worden. Dit traject loopt in overleg met de adviesraad van Stomwijk en ook omwonenden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen. Voor de oude trambaan 51, de Blauwe Tram, en de Tol 32A werkt Wooninvest aan plannen voor verbouwing van de huidige panden tot definitieve eenkamerwoningen. Voor beide locaties volgt een inloopavond zodra de plannen verder zijn uitgewerkt en alternatieven die aangedragen zijn door omwonenden zijn onderzocht. Met woonzorgcentrum Haagland is gekeken naar de mogelijkheden van flex of versnelde bouw op de locatie van de zonneruiter in Voorburg, maar dat blijkt niet haalbaar.